De bijdrage van de vervoerssector aan de veranderende klimatologische omstandigheden is ons allen bekend. Het verslag van collega Albertini schetst naar mijn mening op bondige wijze welke praktische politieke en technische maatregelen mogelijk zijn om die bijdrage te reduceren. Omdat waar gehakt wordt spaanders vallen, zullen deze maatregelen de nodige pijn voor betrokkenen opleveren, voor zowel professionele vervoerders als voor individuele burgers. Anders dan paragraaf 2 suggereert, ben ik van mening dat niet alleen de professionals, maar ook de burgers de noodzaak van ingrijpende maatregelen inzien. En die ook steunen, mits ze aantoonbaar positieve gevolgen voor de toekomst hebben. De eerste grote doelstelling die moet worden behaald, is die van de normen voor luchtkwaliteit in 2015. Het vervoer speelt een grote rol bij het behalen van die normen, zeker in stedelijke gebieden. Beschikbare technieken en maatregelen, zowel bron- als doelmaatregelen, moeten dan ook zonder uitstel worden toegepast en uitgevoerd. Voorzitter, ik dank collega Albertini voor zijn rapport en ik hoop dat alle betrokkenen hun bijdrage aan de gevraagde inspanningen willen leveren. Dank u wel.